Beste Saar, wat is jouw kippenvelmoment? 17 jaar geleden werkte ik voor First Floor Features, de filmproductiemaatschappij van Laurens Geels en Dick Maas, bekend van Vlodder en Amsterdam. Ja. En de film Karakter was ons in een laatste productie waar we bijna aan failliet waren gegaan. En het was echt een drama. Ja. Met ons laatste geld hebben we toen een kopie weten krijgen voor de Oscars. Ja. En toen hebben we die ingezonden voor de Oscars, zonder campagnegeld, helemaal niks, terwijl het echt een prachtige film is over vader-zoon relaties en zo. En heel mooi. En een debuut van Vetje van Huet. Ja. En toen was de uitreiking om 4:00 s'nachts. Wij waren met de cast en de crew in Hotel Krasnapolski. En toen zei Sharon Stone, zei, and the winner is The Netherlands. En ik geloof dat ik toen flauw viel, bijna flauw viel, want dat was echt de redding van onze filmmaatschappij en de grote bekroning van deze prachtige film. Ja, en als tip zou je willen meegeven, iedereen moet die film gaan bekijken. Het is een klassieker, het is een Nederlandse filmklassieker, die moet iedereen zien. Moet iedereen zien. Ja. Dankjewel. Bye.